TV Gelderland. En welkom bij Vitesse Dichtbij. Vandaag in de uitzending, Vitesse heeft per direct een nieuwe eigenaar. De club is overgenomen door de Georgiër Merab Jordania. En de nieuwe ambities in Arnhem zijn groot. Niet schrikken, Vitesse gaat vanaf nu voor de landstitel. Met Theo Bos namen we de kranten door na de 4-2 nederlaag tegen Ajax. Zaterdagavond speelt Vitesse thuis tegen FC Twente. We blikken met Jeroen Drost vooruit op dit duel. Maar we beginnen met het laatste Vitesse nieuws. Jong Vitesse opent de beloftecompetitie op maandag 23 augustus... met een uitwedstrijd tegen Jong de Graafschap. De ploeg van trainer Gerry Hamstra speelt een week later de eerste thuiswedstrijd tegen Jong Feyenoord op Sportpark Walburgen in Gent. Vitesse speelt op donderdag 2 september om 4 uur een oefenwedstrijd tegen Cercle Brugge. De oefenwedstrijd wordt in Brugge gespeeld. Zodra we meer informatie hebben over de kaartverkoop, melden we dit. De hele Nederlandse sportpers was afgelopen maandag naar Gelredome afgereisd. Want er was groot nieuws uit Arnhem. Om 1 uur werd bekendgemaakt dat de Georgiër Merab Jordania de nieuwe eigenaar van Vitesse is geworden. En met Jordania gaat Vitesse een nieuw tijdperk in. De club wil binnen 3 jaar kampioen van Nederland worden. Enkele uren voor de persconferentie arriveerden Maasbert Schouten, Merab Jordania en enkele advocaten en notarissen op Gelredome. In de bestuurskamer van Vitesse werden de laatste puntjes op de i gezet. In de loop van de ochtend was het definitief. De handtekeningen konden worden gezet. Merab Jordania neemt de aandelen over van Schouten en mag zich voor 100% eigenaar van Vitesse noemen. De Golden Share is overigens niet verkocht. Dit betekent dat de clubnaam, clubkleuren en plaats van voetballen ongewijzigd blijven. Om 12:30 werden eerst het kantoorpersoneel en de spelers ingelicht over de overname. Namens Vitesse spraken Maasbert Schouten en Ted van Leeuwen de medewerkers toe. Merab Jordania stelde zichzelf voor en sprak zijn ambities uit. Een 30 minuten later begon de drukbezochte persconferentie. Beste vertegenwoordigers van de media, niet schrikken. Vitesse gaat vanaf nu voor de landstitel. Ik kan uren vol praten over waar we vandaan komen, waar we staan. Maar ik ga u vertellen waar Vitesse naartoe gaat. We gaan met de nieuwe eigenaar voor de landstitel. Ik ben zelf maar kort eigenaar van Vitesse geweest. En dat was ook de bedoeling. In die tijd is achter de schermen keihard gewerkt aan een permanente oplossing voor de financiële problemen van de club. En het omkeren van de uitholling. Waar moet dat naartoe? Naar de landstitel. Merab Jordania vertelt de pers onder andere waarom hij voor Vitesse gekozen heeft en wat we kunnen verwachten. I can confirm you that about coach that it will be no changes, but of course I think you agree with me that we must bring new players and it will be Croatians or Serbians or Georgians or from any other countries, please give me 2 more days. How much money will you invest the next period? As much as this project needs. Exactly, it's difficult to say, but to reach this project, we will spend as much as it needs. Everything is possible. Everything is possible. Na afloop van de persconferentie doken de media op de hoofdrolspelers af. Theo Bos, Ted van Leeuwen en andere Vitesse-senaren moesten hun verhaal doen. Clubman Jan Snellenburg was ook aanwezig en hij is blij met de nieuwe ambities in Arnhem. Nou, ik vind het in ieder geval een hele bijzondere dag. Ja. Ik ben hier heel erg opgelucht over dat alles goed is gegaan. En dat we dus nu een bladzij kunnen omslaan van kommer en kwel. En dat
dat wij ook weer eens met een gerust hart naar de wedstrijden kunnen gaan kijken. En we zullen wel zeker niet alles winnen in de komende tijd, maar we zullen zeker beter tevoorschijn komen dan tot we vorig jaar gedaan hebben. En daar ben ik heel erg blij om. Het is toch het voetballen waar het om gaat dadelijk. En als dat dadelijk beter gaat worden, dan ben ik alleen maar heel erg blij. Buiten het stadion hadden de eerste fans zich gemeld. En ook in de fanzone werd het steeds drukker. De seizoenkaarten vlogen als warme broodjes over de toonbank. U bent ook hier gekomen seizoenkaarten bestellen? Dat klopt, ja. En waarom bent u hier nu dan? Ik heb in het verleden vaker een seizoenkaart gehad. Afgelopen 2 jaar niet. Omdat ik het toch wat teleurstellend vond. Maar dit vind ik zo geweldig nieuws dat ik toch wel wil meemaken hoe zich dit verder gaat ontwikkelen. Dus u heeft net op televisie eigenlijk persconferentie gezien en daar wil ik wel bij horen. Ja, dat klopt. Ik ben meteen op de fiets gestapt en op weg naar de seizoenkaart. Wat later op de middag spraken we Maasbord Schouten op de tribunes van Gelredome. Hij vertelt ons wat voor man Mirab Jordania is. Hij is bondscoach geweest van het nationale team van Georgië, onder andere. Hij is president geweest van de Georgische Voetbalbond. En heeft ook een heel succesvol voetbalmanagementbedrijf. Waar hij ook veel geld verdiend heeft met de transfers van spelers. Dus het is een echte voetbaldier. Ja, hoe is Mirab in aanraking gekomen met Vitesse? Ik ben via een tussenpersoon benaderd om een gesprek te hebben met iemand die wellicht Vitesse wilde kopen. Als je het zult begrijpen ben ik dan vrij sceptisch als ik zo'n verhaal hoor. Dan heb je toch zoiets van, nou, dit is een mooi verhaal, maar zou het wel waar zijn? Ze zijn zondag 11 juli bij mij thuis geweest met een grote bezetting uit Zwitserland, Engeland, Georgië. En dat maakte op mij wel de indruk dat het menens was. Het is op zo'n moment kun je dat nog niet helemaal goed taxeren. Maar er was direct wel heel duidelijk dat Mirab echt in Vitesse specifiek geïnteresseerd was. Ik heb hem uiteraard ook zijn beweegredenen gevraagd. En de succesvolle jeugdopleiding spreekt erg aan. Het Nederlands voetbal in zijn algemeenheid spreekt al erg aan. De succesvolle jeugdopleiding, het prachtige stadion waar nog veel potentie in zit. Omdat het lang niet vol zit tot op heden. En ook de rijke cultuur. Vitesse is de oudste club in de Eredivisie, anno 1892. Dat is iets wat hem erg aansprak. Ja, wat zijn zijn plannen op korte termijn? Zowel qua eerste elftal als misschien qua trainingsaccommodatie, qua jeugd? Op heel korte termijn, deze week, zal er al meer duidelijk zijn over de eerste versterkingen. In ieder geval wilde hij per se de deal snel afronden, omdat hij voor 1 september actief wil zijn op het transferfront. Daarnaast is het trainingscomplex al in het allereerste gesprek aan de orde geweest. Waarbij ik ook naar eer en geweten heb aangegeven dat als ik 1 minder goed punt van Vitesse moet noemen, is dat de huidige trainingsaccommodatie. Ik wil ook niet hem daarmee voor het lapje houden. Ik heb aangegeven dat volgens mij echt verbetering behoeft. En hij heeft gezegd van, nou, ik ben een voetballer geweest heel lang en ik weet hoe belangrijk goede faciliteiten zijn. Ik wil landskampioen worden binnen 3 jaar met Vitesse. En hij zegt, daar past ook een accommodatie bij. Die hoort bij een ploeg die Champions League gaat spelen. En dus wat dat betreft is de trainingsaccommodatie en nieuwe spelers het eerste wat Mirab Jordania gaat aanpakken. Ja, het schijnt dat meneer Jordania in het verleden in aanraking is geweest met justitie. Dat kwam ook in een persconferentie aan bod. Ja. Wat kun je daarover vertellen? Ja, dat hebben we uiteraard ook gezien. Wij hebben uiteraard ook gegoogeld en wat iets meer zei. Ik kan je verzekeren dat heel zorgvuldig door ons onderzocht is. Want natuurlijk willen wij 100% zeker weten dat het op dat gebied helemaal in de haak is. Aan KNVB hebben we al weken geleden het complete dossier overlegd, inclusief referenties. En volledige toelichting over de soort transactie die wij beogen. KNVB heeft het helemaal gecheckt van kop tot staart. En zijn tot de conclusie gekomen dat ze daar geen enkel bezwaar tegen hebben. Daarnaast is het zo dat zijn advocatenkantoor, een heel gerenommeerd groot Nederlands kantoor, zich moet houden aan het zogenaamde Know Your Customer principe. Dat betekent dat ze wel ongeveer een week zijn bezig geweest om zijn hele antecedenten te onderzoeken. Zijn geldstroom om te verifiëren dat in de haak is. En pas als ze een klant aannemen, ze kunnen een klant pas aannemen op het moment dat ze zeker weten dat 100% goed zit. Tot die conclusie zijn ze gekomen. En ook de toelichting die Mirab Jordania aan ons gegeven heeft is van die aard dat het wat ons betreft niet in vraag is dat Mirab Jordania een betrouwbare nieuwe eigenaar van Vitesse is. Hoe typeer jij meneer Jordania? Is het een introverte man of een extroverte man? Hij is introvert. Het is een echte voetbaldier.
Dus hij is vrij rustig en ingetogen, behalve als je met hem praat over mogelijke spelers. En vooral als het over goede spelers gaat. Bijvoorbeeld toen het over Van Ginkel ging, nou, dat vindt hij prachtig. En dan merk je dat hij direct verandert van aard. Maar hij is heel introvert. Hij had ook wat moeite om in de persconferentie een soort boegbeeld te gaan worden. Want eigenlijk wilde hij dat liever wat meer smooth doen. Maar goed, daarvoor is de deal denk ik te spectaculair om dat te kunnen doen. Maar het is absoluut iemand die introvert is, die weet wat hij wil. Een echte winnaar. Hij heeft de mentaliteit, want als je tegen hem zegt, lach hem vooral niet uit over het feit dat hij over 3 jaar landskampioen wil worden. Als ik daar een grapje over maak van nou eerst zien dan geloven, dan zegt hij no, maar Wit, I want to be a champion and in 3 years we are the champion. Hij is daar echt van overtuigd. En dat is wel mooi. Het is een echte winnaar. Vanwege de hectiek rondom de overname vergeten we bijna dat Vitesse afgelopen zaterdag met 4-2 verloren van Ajax. Met Theo Bos namen we na het weekend de kranten door in de vereniging in Elst. Theo, er is veel gebeurd de afgelopen 2 dagen, 3 dagen misschien. En hoe heb jij het beleefd allemaal, alles rond de overname? Ja, ik ben natuurlijk al wat langer op de hoogte dan de laatste 2 dagen. Dus het was voor mij sowieso heel erg spannend of het überhaupt echt door zou gaan. Omdat we natuurlijk wel eens vaker van dit soort verhalen hebben meegemaakt. Ja, op het moment dat het dan ook daadwerkelijk gebeurt, denk ik dat je als trainer alleen maar blij kan zijn omdat de mogelijkheden groter worden. Dus wat dat betreft, voor mij een positief verhaal. Ja, veel mensen die natuurlijk dingen van jou willen weten. Heb je het extra druk gehad de laatste 2 dagen? Ja, nou ja, met name de pers. Hè. Dus met name op de dag van de overname zelf heel veel voor de camera's gestaan. Ja, nu zie je dat met name ook langs het veld bij trainingen dat het een stuk drukker is. Mensen die allerlei vragen hebben. En ja, goed, ik heb wel altijd gesprekken gehad met Mareb zelf. Ja, en wat kun je daar iets meer over vertellen? Ja, dat moet zeggen dat het voor mijn gevoel goede gesprekken waren. Waarin hij in ieder geval laat zien dat hij voetbalverstand heeft. In die zin dat hij weet hoe het werkt. Hè, dat je niet zomaar even een kampioen zelf dat koopt. Dat hij het ook de weg ter geleidelijkheid wil bewandelen. Dat hij rustig een elftal op wil bouwen met ons. En dat was goed om te horen. Ja, hoe reageren de spelers van Vitesse? Is er veel tussen haakjes onrust in de kleedkamer? Nee, helemaal niet. Ik denk dat ze allemaal heel positief gereageerd hebben. Spelers weten zelf ook dat er wat moest gebeuren nu. Gisteren stonden we weer met 12 man op het veld. En 's middags zelfs met 11 man. Ja, dat gewoon veel te weinig is als het gaat om eerlijke en gezonde concurrentie. Als het gaat om uiteindelijk straks met blessures en schorsingen om die kwaliteit te blijven garanderen. Dus die spelers die hebben mij weken gevraagd van wanneer gaat er nou eindelijk wat gaan gebeuren. En die zijn het allemaal over eens dat er zeker op korte termijn een aantal spelers bij moeten komen. Theo, in de krant staat ook een stukje over gekte in Nijmegen, euforie in Arnhem. Er wordt namelijk heel veel geschreven in de media, er wordt veel over gezegd over de afgelopen dagen. Wat vind je daarvan? Ja, ik denk dat het grootste gedeelte jaloezie is. Ik denk dat elke club die op dit moment in de problemen zit als het gaat om financiën, allemaal de deur wijdwagen hadden opengezet met deze kans. Dus op het moment dat in Nijmegen bijvoorbeeld roepen ze dat we dan overgeleverd zijn aan een gek uit Georgië. Ik denk dat al die clubs wel iemand hebben die de club financieel bijstaat. Hè. Bij NEC hebben ze Boekhoorn die al jaren heel veel doet. Ja, die mensen heb je toch nodig om op een bepaald niveau te blijven en te spelen. Ik denk dat de NEC zonder bijvoorbeeld een Marcel Boekhoorn ook al lang grotere problemen had gehad. Theo, we zouden het bijna vergeten, maar er is ook nog gevoetbald afgelopen weekend. Wedstrijd tegen Ajax, 4-2 verloren. In de krant staat van Ajax heeft de punten, Vitesse de complimenten. Heb je veel schouderklopjes gehad? Nou ja, goed. Als coach ben je nooit blij als je verliest. Laat dat voorop stellen. Ik was wel blij met hoe mijn ploeg zich weerde tegen Ajax. En gezien de wedstrijd van gisteravond in Kiev, zie je toch dat Ajax een goede ploeg is. Dus dat betekent dat we een prima partij hebben geboden aan toch wel een goed Ajax. En dat doet goed. En met name onze jeugdige talenten die allebei scoren. Prupper en Van Ginkel. Pluim die weer een hele behoorlijke wedstrijd speelt.
Nou, dat is goed om te zien. En dat betekent dat we op de goede weg zijn met het ontwikkelen van onze jonge spelers. Dat we in de eerste twee competitiewedstrijden een tweede helft tegen Den Haag heel erg aardig en leuk hebben gespeeld. Dat we tegen Ajax een tweede helft heel aardig overeind gebleven zijn. Of in de eerste helft heel goed en aardig overeind gebleven zijn. Nu moet het nog een keer een hele wedstrijd gebeuren. Dinsdagochtend trainde de selectie van Vitesse op Papendal om zich voor te bereiden op de wedstrijd tegen FC Twente. Er stond aardig wat publiek langs de kant en dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de overname van de club. Hoe hebben de spelers eigenlijk gereageerd op het nieuws? Ja, er werd vooral gelachen en geduld natuurlijk. Ja, het is allemaal onzeker wat er allemaal gaat gebeuren. Je hoort wel dat er veel spelers bij komen, dus het is allemaal afwachten wat er... Ik hoorde binnen 2 dagen al, dus... Ja, is er al een nieuwe speler gesignaleerd of niet? Nee, ik heb nog niks gezien. Nee. Volgens mij zei hij zelf ook binnen 2 dagen of zo. Dus het zal morgen of donderdag wel meer bekend worden. Zaterdagavond om 18:45 spelen de Arnhemmers in eigen huis tegen de kampioen van vorig jaar. FC Twente. Een mooi affiche dus. Ja, het is gewoon een goede ploeg. Ze hebben wel 2 keer gelijk gespeeld. Maar ja, ze hadden ook 2 keer makkelijk kunnen winnen als ik de kans allemaal zie. Dus het wordt gewoon een lastige wedstrijd met... Ik denk dat we gewoon met deze selectie nog spelen. Misschien dat er 1 of 2 bij komen, maar ja, het is voor ons een lastige pot. Is het extra speciaal om tegen de kampioen te spelen van vorig jaar? Ja, het is ook best altijd mooi om te spelen tegen de topteams. En ik denk dat we ook wel zo tegen Ajax beginnen, zoals we in Amsterdam deden. Dat we ook best wel een kansje maken. Theo, aankomende zaterdag komt FC Twente op bezoek hierheen. Ze hebben 2 wedstrijden gespeeld, 2 keer gelijk. Zijn ze zoveel minder geworden dan vorig jaar? Ik denk het niet. Ik denk dat Twente een hele goede ploeg heeft nog steeds. Met Nkufo zijn ze wel een echte doelpuntenmaker kwijtgeraakt. De Jong speelt daar nu in de spits, maar ze hebben ook een nieuwe spits. Janko, die veelal invalt. Wellicht verwacht ik hem zaterdag in de basis. Ik heb ze gezien uit bij Roda, de eerste competitiewedstrijd. Daar waren ze vele malen beter. Die wedstrijd moeten ze eigenlijk met 3-4-0 winnen. Ze vergeten daar te scoren. Nu tegen Heerenveen thuis hebben ze ook niet kunnen scoren. Waren ook wel vele malen beter. Dus ja, dat eerste doelpunt komt steeds dichterbij voor ze. Dus wat dat betreft wordt het een hele lastige wedstrijd voor ons. Daar ben ik van overtuigd. Maar goed, wij zitten ook niet slecht in ons vel. En we zullen onze huid weer duur verkopen. En kijken of er tegen Twente weer een stuntje in zit. Dit was Vitesse dichtbij. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Gisteren zat ik nog heel gezellig naast kok Reinoud in